Hoi, leedigheid in deze video. Vandaag ga ik met deze kamer aan de slag. Dit is de kamer van Fleur. En Fleur is zojuist 11 jaar geworden. Dus het is echt een net geen tiener eigenlijk. En haar kamer was al aan een update toe. En toevallig had ze ook om een bureau gevraagd voor haar kamer. Dus wij vonden het wel tijd om haar kamer een makeover te geven. Vooral ook omdat we sinds we in dit huis zijn komen wonen. En haar kamer nog niet zoveel gedaan hebben. Zoals je ziet achter mij hangen ook nog gewoon de peertjes aan het plafond. Of aan de wand. Toen we in het huis gingen heeft ze alleen maar nieuwe gordijnen gekregen. En that's it. Allereerst ga ik beginnen om alle troep uit haar kamer te trekken. Het is een echte creatieveling, dus zeer rommelig ook aangelegd. En dit viel eigenlijk nog mee. Dus ik heb eerst al haar Lego in de kartonnen dozen gedaan. En de grote spullen in het kratje. Uiteindelijk kwam ik met 2 vuilniszakken zoals je ziet. 1 vuilniszak waar ik echt de rommel in ging doen die weggegooid ging worden. En de andere vuilniszak, daar ging ik de kleinere spullen in doen. Die ik persoonlijk dacht dat ze die niet nodig zou hebben. Of niet meer terug zou willen in de kamer, maar die ik niet durfde weg te gooien. Daarvoor ken ik haar dan toch niet heel erg goed genoeg. Toch wel iets, je mist toch dat stukje intuïtie dan. Dus die heb ik dan apart gezet en dan op een moment zodat erom vraagt, goh, waar is dat of dat gebleven? Dan krijgt ze dat terug. Het is toch een beetje lastig, want ze is echt wel kind af aan het zijn. Maar tegelijkertijd is ze ook nog maar 11. Zoals gezegd ging ik dus echt heel de kamer leegruimen en alles bij elkaar verzamelen. En ik vond kleding, ik vond knutselwerkjes, ik vond van alles en nog wat. Maar het leek mij het handigst om gewoon alles eruit te halen en dan schoon te maken. Voordat Pascal een aantal meubelstukjes in elkaar ging zetten en fotolijstjes ging ophangen en lampen ging ophangen en dat soort dingen. Dat hij ook een soort van lege canvas had om mee te werken. En dat we dan daarna alles weer leuk voor haar konden inrichten. En dat het gewoon netjes en opgeruimd is op het moment dat ze haar kamertje zou zien. En toen ging de camera in blur, die is blijkbaar niet meer gefocust. Maar het enige wat ik in dit stukje heb gedaan is het plankje boven haar kacheltje schoongemaakt. En alles in een action tas gestopt, zodat ze zeker weten dat we dat gewoon straks weer konden gebruiken ter versiering. De fortuin die gaat uit haar slaapkamer, die wil ze niet meer, tenminste. We hebben besloten dat daar het bureau moest komen te staan. En aangezien ze de fortuin eigenlijk alleen maar gebruikte om haar kleding in te gooien en haar knuffels in te gooien, vonden we het eigenlijk ook niet heel erg nodig om die terug te plaatsen. Het scheelt weer heel veel ruimte in haar kamer. Ik heb ook gelijk even het matras van haar omgedraaid. Dat gebeurt natuurlijk ook niet iedere week, dus kan ze er weer even tegenaan. Zoals je zag, het onder een van die laders zitten allemaal Barbies. Daar heb ik niet aan gezeten, omdat ik niet zo goed wist of dat ze nog Barbies wilden, ja of nee. Ze heeft ze nog wel in de kamer laten staan ondertussen. Dit is Fleur de tweede kast. In de ene zitten kleding en hier de boekjes en ook een klein mini-keukenachtig iets. Dus daar heb ik eventjes puin geruimd, even de boekjes op orde gebracht. Er zaten wel boekjes in van Logan en Brooke. En zaten wat boekjes in die zij zelf van vroeger had, zoals ik net liet zien. Klein boekje van lieve baby die haar vader en moeder hebben gehad toen ze net geboren was. Dus dat is natuurlijk leuk om het uit te stallen. En toen vond ik ook nog een brief. En die vond ik toch wel heel erg leuk dat ze die bewaard had. Ze had er ook allemaal hartjes bij gezet. Dit is de brief die Pascal en ik aan haar gegeven hebben. Om te laten weten dat we naar Disneyland zouden gaan vorig jaar in de voorjaarsvakantie. Dat was echt een droom van haar. En die is dus blijkbaar nog bewaard en die is allemaal hartjes opgetekend. Dus dat is wel leuk. Dus die heb ik ook niet weggegooid. En toen vond ik nog fotolijstjes. Er staat ook nog een verhuisdoos daaronder. Moet ik eigenlijk ook nog een keer wat mee. Maar die fotolijstjes gaan we dus ook gebruiken straks voor haar om in haar kamertje op te hangen. En het wat meer, ja, een wat leukere, gezelligere kamer van te maken. En toen was heel de kamer eindelijk leeg. En toen heb ik eventjes overal een grondig sopje overheen gehaald. Even over de bedrand, de lades, de kast, de zijkanten. Zelfs het stopcontactje heb ik even meegenomen. Dat echt alles fris en schoon is en ze helemaal in een fijne kamer zit. I
Dit is ook even een soort van monnikenwerkje. Er heeft een keer een lekkage geweest vanaf het bad naar beneden. Dat is precies boven haar kledingkast. En daar was wat troep naar beneden gekomen. Dus dat blijkbaar is het nooit niet weggehaald. Dus het zat een beetje vastgekoekt. Ja, het is een beetje vies water eigenlijk, wat was opgedroogd. Dus het moest even goed schoongemaakt worden. Dus het was best even een klusje om te zorgen dat het op een fatsoenlijke manier gebeurde. Dat het schoon werd en dat het niet de verf ermee afnam. Zoals net al zei, zit dan de kast waar ik Fleur haar kleding in bewaart. En hij heeft natuurlijk niet heel erg veel plankjes en dingetjes nodig. Ze draagt vooral jurkjes en rokjes. En ze is hier natuurlijk maar om het weekend. Dus hij heeft ze meer als genoeg als ze hier in vakantie is. Dan zou ze ook een week lang andere keren aan kunnen doen. Maar aangezien ze die altijd voornamelijk in die stoel bewaarde, zaten die er nu allemaal in de was. Maar het past er wel allemaal in, hoe klein het ook lijkt. En natuurlijk ook even plateautjes gaan maken en het kacheltje. Het kacheltje gebruikt Fleur eigenlijk altijd om haar sieraadjes erop te hangen. Maar dit is natuurlijk nu ook even allemaal weggehaald, zodat ik het even grondig kon schoonmaken. En ondanks dat ik wist dat Pascal de volgende dag iemand zijn gereeds op zou gaan boren en weet ik wat allemaal niet, toch even schoonmaken, zodat hij echt een hele schone kamer had om in te werken en zijn ding in te doen. Overigens kwam ik toen nog een heleboel kleine lego dingetjes tegen. Dus was wel goed dat ik het nog even controleerde. En toen was het de beurt aan Pascal om het bureautje en het bureaustoel en dat soort dingen in elkaar te zetten. En alles wat we voor haar gekocht hebben, om dat een plekje te geven in haar kamer. Ik was die ochtend aan het werk, dus ik heb niet meegeholpen. Dus Pascal is echt helemaal on his own. Nee, dat ging wel lukken, want het was al bijna allemaal van IKEA. Dus dat kan hij wel aan. Het bureau dat ze nu in elkaar zetten is van Mickey. Deze hebben we gezien. We hadden eigenlijk het mallenbureau op het oog. Want die zou ook bij het bed passen. Want ze heeft ook een mallenbed. Maar deze vonden we toch wat praktischer. Die had ook wat makkelijkere laadjes. En alvast zo'n gaatje in het blad. Dat je daar makkelijk een snoertje doorheen kan doen. Dus deze vonden we wel heel erg goed voor haar kamertje passen. Ook weer wit. Houdt het allemaal lekker neutraal.
Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. En uiteindelijk natuurlijk ook gewoon de lampjes. Ook deze komen van IKEA af. Ik weet niet precies welke dit zijn. Ik zal eventjes wel link beneden. Het zijn eigenlijk officieel gewoon steklampjes. Dus je moet je eigenlijk aan de wand hangen met een draadje naar beneden waar je hem aan en uit kan zetten en in een stopcontact moet doen. Pascal heeft het veranderd. Die is daar heel handig in. En die heeft ervoor gezorgd dat we die gewoon aan de muur kunnen hangen. Vooral omdat we het gewoon handiger vinden om die peertjes te vervangen. En zullen we wel gewoon lampjes genoeg hebben. Ik was ondertussen weer terug van mijn werk en ik heb gekeken waar ik alle fotolijstjes wil hebben en wat ik er allemaal mee wil en kan. We hebben een heleboel van die Riba fotolijstjes. Die had ik vroeger in mijn huis hangen. En die hadden hier nog geen plekje. En ik vond dat wel heel erg leuk bij haar sfeer in de kamer passen. Ik heb er ooit eens een fotocollage wand van gemaakt. Maar ik wist niet zo goed of ik dat bij Fleur ook wilde, aangezien haar muren vrij kort zijn. Dus ik was er wel een beetje mee aan het experimenteren tot ik al het lampje aan het ophangen was. Uiteindelijk heb ik besloten dat ik boven het kacheltje het hartjesschilderij of hartjesfotolijstje wilde hangen. Die heb ik gekregen. Ik denk dat toen ik mijn baby shower van Brooke kreeg, ik heb hem nooit gebruikt. Dus Pascal heeft hem gewoon netjes opgehangen voor Fleur en daar zitten allemaal kleine fotootjes ondertussen in. Komt aan het einde van die video, kan je dat nog zien hoe ik het heb aangekleed voor de rest. Uiteindelijk hebben we besloten om boven haar bed dan een mini fotocollage te doen van 4 fotolijstjes. Dat moest natuurlijk helemaal uitgemeten worden dat het netjes recht boven haar bed hangt. En hier heb ik zo omgelachen dat Pascal zo hard tegen de muur aan het boinken was. Ik snapte niet zo goed waarom hij dat deed. Het zag er echt uit alsof hij aan het experimenteren was hoe hard ze met haar bed tegen de muur aan kon stoten. Omdat de fotolijst erin viel of vanaf vielen. Ik dacht, waarom wil je dat? Ja, waarom zou je dat experimenteren? Het kind is 11. Dat lijkt me niet echt heel handig. Maar dat hij, ja, maar als ze naar de deur een paar keer hard open of dicht doet of zo, dan moet de fotolijst blijven hangen. En dat is dus uiteindelijk gelukt. En toen was het aan mij de taak om het verder af te maken en de kamer weer leuk aan te kleden. Dus had hij dan tuintjes gemaakt, zoals een vogelhuisje en de naam met graffiti en schilderijtjes en zo. Dus die heb ik even erboven neergezet. En ik dacht, een klein lampje is misschien ook altijd wel leuk als ze bijvoorbeeld met een boekje aan bezig is of iets. En dan de fotolijstjes en alles. En toen dacht ik, het kind heeft toch ook weer heel veel trillingtuintjes die eigenlijk niet weg kan doen, of waar je eigenlijk niet echt een specifieke plaats voor hebt, maar wat gewoon wel in je kamer hoort als meisje zijnde. Dus ik heb zoveel mogelijk geprobeerd netjes in de laagje te organiseren, maar ook gezegd tegen haar, je moet zelf maar kijken waar je het wil hebben en hè, ja, je moet het toch zelf inrichten. Maar dan is het in ieder geval dat als ze weer de kamer binnenkwam, dat ze dat niet hoefde te doen. Deze bloemetjes met bloempotten komen ook van de IKEA af. Het idee was dat we ze met z'n drieën op een bureautje zouden zetten. Maar omdat ze toch wel al heel veel andere spullen heeft die ik ook op het bureautje kwijt wou, dacht ik, dan zetten we het een beetje zo verdeeld.
Al haar diadeempjes en dingetjes heb ik in dat flamingo tasje gedaan. Dat was eigenlijk een soort van Easter egg tasje. Maar goed, dat staat wel heel erg leuk in de kamer. En natuurlijk weer eventjes haar bed gewassen en lekker opgemaakt. Toen we hier net op kamer wonen, wou ze een emotiekamer. Dus ze heeft een emoji dekbed en dus allemaal van die kussentjes daarvoor. En eigenlijk past het nog steeds. Het is niet kinderachtig nu nog, dus die gaat er weer lekker overheen. En dit is dan uiteindelijk het einde staan met de fotolijstjes. Een aantal foto's uitgezocht die ze zelf via de iPad naar mijn telefoon had gestuurd. Van de opa en oma, van Boris, van vroeger. Zeker die grote van Pascal met zijn kindjes. Die heeft zij doorgestuurd. En dat zijn van voor mijn tijd nog. Dus toch wel heel erg leuk op die manier echt een eigen kamertje ervan kan maken. En met de eigen herinneringetjes. Dat vind ik toch wel, daar doe je het uiteindelijk voor. Dat ze op die manier de eigen kamertje heeft. Natuurlijk heeft Fleur ondertussen de kamertje gezien. En deze footage ga je zien in de weekvlog over 2 dagjes. Dus ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan vooral. Ook als je het leuk vindt om te zien hoe wij deze kamer hebben veranderd. En dan wens ik jullie nog een fijne dag verder. Bedankt voor het kijken. Doei doei.